als jij nou begint te schilderen of begint met dit een werk te maken, heb jij dan, is het dan in jouw hoofd klaar of ontstaat het ook? Het ontstaat. Aldoende? Het ontstaat. Het ontstaat. Het is de wat het. Ja, ik voel. Wat het moet doen is de emotie waarvanuit ik. Die emotie draagt de inspiratie. Dat, en die zorgen voor richting. En deze manier van werken die ik hier hanteer, die is helemaal open. Waardoor ik moet telkens weer opnieuw ingrijpen. En dat ingrijpen zie je ook in de gelaagdheid, in de collage aspect. Collage vind ik een heel fijn manier van werken, omdat het dat ingrijpen zo. Vergemakkelijk. Dat heb je met schilderen heb je dat minder. En soms zie ik wel beelden hoor, maar die maak ik eigenlijk niet. Okay. Want ja, die heb ik zo helder in mijn hoofd. Die heb je in je hoofd. Die hoef ik niet nog een keer te maken. Nogmaals, dat onstabiele, dat vind ik heel. Dat is voor jou heel belangrijk. Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Beelden die ik bijna, en dat kan ik. Ik kan beelden zo voor mijn geestesoog projecteren. Dat ik ze bij wijze van spreken alleen nog hoef te maken. Maar dan vind ik het zo enorm saai. Voor deze tentoonstelling hebben we samen natuurlijk een keuze gemaakt. En je kunt voor een volgend project weer een hele andere keuze maken. Ja. Dus ik heb niet het gevoel dat hier iets ontbreekt. Ja, laat ons verrassen. Ja. We kijken wel. Als we dingen, dan nemen we wat extra mee. Hangt het, kan het hangen, dan hangt het. Nee, maar ik bedoel het ook zo van. Elke keer als ik hier ben, dan zie ik weer iets en dan denk ik, oh, heb ik die wel gekozen? Heb ik die wel gekozen? Ja. Van, oh, wat is dat toch mooi? Nou, deze hebben we, want ik bouw met een tentoonstelling een beetje altijd na in mijn atelier bij jou. Ik heb jou een ruimte uitgemeten. Ineke en ik hebben we de schilderijen gewoon neergezet in volgorde. En deze hebben we gepland op de schotten. Ja. Deze komt links, als ik me goed herinner. Ja, als je met je rug naar de schotten staat, rug naar de schotten, dan komt die links en die komt rechts. Er was hier een keer een bioloog en die zei tegen mij, heb je wel in de gaten dat wanneer de zonnebloemen er zo uitzien, dus voor ons in feite een beetje onaantrekkelijk, dan zijn ze het vruchtbaarst. Want dan laten ze hun zaden vallen. Laten ze hun zaden vallen. Ja. Ja. Dat vond ik een hele. Ja, dan laten ze hun zaden vallen. Ja. Ja. Nou, hier heb je dus een heel rustig zonnebloemetje. Een enorme turbulente achtergrond. Ik heb zonnebloemen van links naar rechts, van boven naar beneden, van onderaf. Van onderaf is natuurlijk, zoals in dat schilderij, dat benadrukt de groeirichting. Maar als je natuurlijk een zonnebloem op zijn kop erin gaat hangen, dan wordt het iets heel anders. Bloemen. Ik heb paardenbloemen gebruikt. Paardenbloemen, ja. Maar hier heb ik gewoon bloemen gebruikt die hier in mijn eigen tuin staan. En dan afgezet tegen een enorm grote ruimte. En dat vind ik wel een heel prettig iets, omdat ik namelijk de vergankelijkheid van een bloem afzet tegen de eeuwigdurende kosmos. Ja. Terwijl de paradox is dat een bloem op zichzelf, die drukt al een eeuwigheid uit. Als je iets wil zeggen, zeg je het met een bloem, waardoor je in feite daarmee je eeuwigdurende liefde of eeuwigdurende trouw of eeuwigdurende noem maar op uitdrukt. Als er een bruid en een bruidegom die trouwen, die krijgen rozenblaadjes om zich. Of één keer per week, daar staan op dit labyrinth geen stoeltjes en dan kun je hier dus doorheen lopen. Het is in feite de weg daar binnen, dat wordt dan in feite niet uitgedrukt. En je hebt destijds ook in Ham kunnen zien, in dat teamwerk wat ik gemaakt had. Dan is het ook een reis, zeggen zij dan, door de chakras. Ja. Ik kan het je aanraden als je een keer bent, dit is een heel krachtig punt. Het is waarschijnlijk nog meer belangrijk, want het mag van de katholieke kerk natuurlijk niet zo benoemd worden. Het is waarschijnlijk nog een belangrijker punt dan het altaarpunt. Plaats in de ruimte van die koeien, terwijl ze even groot zijn, lijken ze toch
verder weg te staan. Verder weg, ja. Maar ik heb dus hier het perspectief ingebracht om die, ja, dat vergezicht te zoeken. Ja. Die dus weer meedraagt aan de onmetelijkheid van de kosmos die erboven hangt. Waar ook weer een labyrinth in is. Waar ook weer een labyrinth in is, ja. Dan heb je natuurlijk series zoals Doeken, die ik maak, die ook over meerdere jaren uitgestreken worden. Ja. Dus Und die Frauen wachten. Ja. Daar heb ik nog steeds, daar heb ik nog steeds iets te vertellen. Ja, en dat onderwerp, dat blijft ook, dat is gewoon een interessant onderwerp. Ja, het heeft iedere keer weer, kijk, ik hoop niet in herhaling te vallen, maar het heeft iedere keer toch weer even een andere invalshoek voor mij. En dan heb je series, bijvoorbeeld, ik heb een afscheidsbrief gemaakt voor mijn vader. Ja. Dat is een hele afgebakende serie. Die begint, ja, en dan weet je dan, hier is die op. Maar je ziet op de Albert Heijn, op de ruit staan, op is op. Op is op. Oh. Nou, dat geldt een beetje voor mijn werk ook. Nou, een antwoord op de vraag, wanneer beschouw ik een werk af? Ah. Dat is, ja, je kunt zeggen, eigenlijk is het werk nooit af, maar dat vind ik te algemeen. Voor mij geldt, als een werk één moment geen vragen aan mij stelt, dan is het af. Oké. Maar, ik moet je wel bekennen, het kan zijn dat als het werk van bijvoorbeeld van, als het uit mijn atelier weg is en het komt terug in mijn atelier, dat het dan weer begint. Ja, dan weer opnieuw begint. Met vragen stellen. Ik heb thuis in mijn huiskamer een uitprobeermuur. En ik probeer dus mijn werken uit in mijn huis. En het mooie ervan is dat zo gauw je een werk verplaatst, ja, wordt een ander werk. Wordt het anders. Het lijkt alsof een kunstwerk een hele vaste vorm is. Dat is erg bedriegelijk. Ja. Dat is niet zo. En ik weet dat Max Beckman bijvoorbeeld, ja, die daagde het werk ook uit door het bijvoorbeeld heel tijd op zijn zijkant te zetten. Ja. Picasso zei tegen Braque, je moet heel vaak je werk verplaatsen in je atelier. Ja. Ik denk dat Brak geen uitprobeermuur had, maar dat is hetzelfde. Ja. En eigenlijk zoek je een moment op waarin het werk dus niet stabiel is. Je maakt het werk instabiel en dan kun je weer ingaan. Dan kun je weer wat, ja, ja. Snap je? Dat is, het is een uitdaging. Je zou het een beetje kunnen vergelijken tussen intermenselijke relaties. Als je iemand wil leren kennen, ga met hem op vakantie. Ja. Weet je, dan krijg je die onstabiele positie waarin je allebei bent en daar moet het dan klikken. Dit is een optie, ja, deze, dat is de Engel. Ja, de Engel. Serie, ja. Maar deze die komt eigenlijk uit een blad wat van 140 bij 150 is. Maar daar was ik niet tevreden over. En dan heb ik hem alsnog gewoon helemaal uitgeknipt. Ik heb gisteren trouwens nog een werk, ook in Engel, heb je aan een Engel gewerkt. Oh ja. En die ben ik in 2002 mee begonnen. En dan slagen we die mappen erachter op, want ik heb meer ideeën dan tijd om te werken. En dan ben ik in 2012 heb ik opgezet, ben ik ermee gestopt. Gestopt. En hij zat in de lijst, maar was toch niet te hebben uit de lijst gehaald. Uit, en nu heb ik hem helemaal uit elkaar geknipt. En hij ligt wat. In delen ligt hij nu. Nou, hij ligt, kijk, hier. Hier rechts. Hier moet ik dan laten zien. Hier. Op 2011. Kijk. Nou ja, je ziet nog een heel werk onder. Maar goed, dan ben ik er toch niet tevreden over. Kijk, dat is dit werk. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Dus je hebt destijds de tentoonstelling gezien in Ham. Ja. En daar hing een werk wat ik uit de icoonserie is. En dat is voor Pina Bausch. Ja. Staat hieronder. Dit is een tweede versie. Tweede versie. Voor Pina Bausch. En deze komt ook bij jou. En het is niet zo heel erg belangrijk of dit nou Pina Bausch is. Nee. Het gaat meer om de sfeer die die vrouw bij mij oproept. Die ik belangrijk vind. Ja, Pina Bausch is voor mij bijna het icoon van de onmogelijkheid van relatie hebben. Of in relatie zijn, weet je wel. Heel graag willen en tegelijkertijd het ook weer niet kunnen zijn.
de onmogelijkheid om je te verbinden met een ander. Jij bedoelt in dit geval met een partner? Met een partner, ja. Ja. Ze staat met de rug naar je toe, ja. En ze staat ook een beetje, ze staat wel zo, maar ze staat ook een heel klein beetje verloren, ja, te zijn. Ja. En dat, maar goed, dat hebben we dan over Pina Bausch, dat net noem jij Mao. Ja. En dat heb je natuurlijk van ook Gogh. Met Van Gogh. Van Gogh heb ik het gemaakt. Van Gogh heb ik dus met, die staat met zijn hoofd en achter het hoofd zie je een... Je ziet in eerste instantie niet zo heel snel, maar er is een vrouwengezicht, die een orgastische ervaring heeft. Kun je zeggen, wat doet die achter Van Gogh? Maar het versterkt naar mijn gevoel het beeld van wat kunstenaars zo hard nodig hebben, is hun muze. Ja. Maar een muze vind ik bij Van Gogh gewoon de natuur op zichzelf. Ja, dat is zijn muze. En dan, Van Gogh had het grote geluk dat moeder natuur, bij hoge uitzondering, zich is voor iemand echt helemaal opende. En veel kunstenaars werken hun hele leven eraan om dat moment te bereiken. Het is een beetje vloeken in de kerk om dat te zeggen, maar Van Gogh kon eigenlijk niet schilderen. Je ziet hoe houterig hij tekent. En het zijn geniale prenten, maar daar heb je ook weer die compromisloze opstelling ten opzichte van, weet je wel, het kunnen en tegelijkertijd het niet kunnen. Het is helemaal geen, makkelijk schilderende man of zo. Hij heeft wel heel veel geproduceerd. Maar het is niet dat je zegt van, nou, die gaat er even voor zitten en die doet dit eventjes of zo. Het is een heel hoop geworstel en gestuntel. En dat geworstel, dat eigenlijk, ja, dat zie je bijna. Dat wel. Zie je er bijna vanaf. Ja, het is ja. Helemaal geen, het is geen, hoe noemen ze zo iemand ook weer, die is heel makkelijk schilderd. Hoe noemen ze dat ook weer? Ik ben het woord even kwijt. Maar dat is hij helemaal niet. Naar mijn gevoel kon hij het gewoon niet, maar hij doet het toch. Ja. En daarmee bereikt hij zulk een hoogte en zulk een diepte. Ja, dat is, maar eigenlijk ook kan ik alleen maar diep voor buigen. Maar je bent wel merkwaardig, want dat is allemaal gebeurd in een kort leven. Ja. Dus je zou bijna zeggen, hij moest ook wel helemaal stapelgek worden. Want het is bijna niet allemaal te proppen in zo'n korte tijd. Het geworstel met van alles, ook geworstel met relaties. Ja. Geworstel met, om dat op doek te krijgen wat hij wil laten zien. En dat wat jij net zegt. Je moet wel in de gaten hebben, denk ik, dat wanneer je het vrouwelijke principe in zijn meest glorieuze vorm tegenkomt, dat is vernietigend. Hè? Dan is hij ook nog een man die dus dat principe gaat ontmoeten. Holala, is niet mis hoor. Vind ik, maar dat is mijn interpretatie. Er zijn heel veel boeken over Van Gogh geschreven. Maar hij is degene die dus de natuur bij uitstek als muze heeft. Ja. En dat ook gewoon. En vooral het orgastische aspect ook nog daarvan. Het is niet zozeer het ouderdom, de ouder worden in de natuur. Die bestaat eigenlijk niet, maar. Snap je, in verhoudingen, hij heeft namelijk briljante zonnen en weet je wel, het fruit, dat knalt je tegemoet. Dat is eigenlijk wat hij, dat ontmoet hij. En dat vind ik, dat hij dat heeft kunnen handelen tot op een bepaald punt, dat vind ik fenomenaal. Dat is, ik weet niet eens of dat geniaal is, ik weet het niet eens, maar ik vind dat iemand dat aan kan. Zoveel... enthousiasme, of hoe je het ook wil noemen, dat iemand dat kan hanteren, dat bepaalt volgens mij de waarde van Van Gogh. Hey Frank, als je aan het werk gaat, als je 's morgens naar je atelier gaat of zo, en je weet waar je mee aan de gang gaat, hoor jij muziek in je hoofd? Nee. Nee, ik hoor helemaal geen muziek in mijn hoofd. Nee, helemaal niet. En daarbij, ik werk ook helemaal niet met muziek. Daarbij nog een keer bovenop, want er zijn nogal wat kunstenaars die dus met muziek met aan... Met muziek aan, kunnen ja, werken. Ja. Of maar, willen werken. Of willen werken, ja. Maar ik kan dat dus niet. De muziek die ik hier heb, is wat je hoort. Buiten de wind. De regen. En dat is eigenlijk, zoals je nu hoort... Nu regent het. Prachtig geluid. Dus dat is het geluid wat ik eigenlijk al helemaal hoor. Voor de rest is het altijd heel stil in mijn hoofd.